Goeiedag en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag heb ik de gast Manuela. En Manuela zit hier om een evenement dat op 4 mei wordt georganiseerd te promoten. Eigenlijk is het niet eens meer promoten, want eigenlijk zijn ze al vol. Maar goed, daar komen we zo direct op terug. Ze lacht al. Het evenement heet Create Your Own Business en daarover gaan we vandaag wat quality time aan besteden. What made is a little Q-Time? Manuela, welkom in de studio van Q-Time. Leuk dat je er bent. We hebben heel even kort gesproken over het evenement. Het is heel erg interessant, maar ik loop vooruit. Laten we alvast je even voorstellen als ze zijn de vertegenwoordiger van het event. Ja. Maar eigenlijk ben je een beetje verbonden aan Ineffable. Dat klopt. Voor de mensen die Ineffable niet kennen, wat voor bedrijf is Ineffable? Nou, Ineffable is een social media marketing agency. En we staan eigenlijk meer bekend om de organisatie achter de social media conferentie. Ja. Oké, dat is natuurlijk een mooie conferentie en groot. En waarschijnlijk ook onder een bepaalde doelgroep heel dat bekend. Dat is waar. Klopt. En jullie zijn nu partneren met UNASAT. Dat is natuurlijk ook een organisatie die zich bezighoudt met jongeren ook voornamelijk. Hè? Dus jullie zitten wel een beetje in die leeftijdscategorie. Dat klopt. En UNASAT is een hbo-opleiding, als ik me goed kan herinneren. Ja, en ze hebben ook natuurlijk communicatierichting. Waar er inderdaad meerdere hbo-opleidingen gevolgd kunnen worden. Dus jullie gaan nu collaboreren. Waar is dat vandaan gekomen? Nou, en ieder stelt me die vraag, waarom UNASAT? Ja. Nou, ik vind het eigenlijk heel logisch waarom UNASAT. Ja. Maar toch moet er op een bepaald moment twee mensen bij elkaar en zeggen van, hé, dit lijkt me leuk, of er is een bepaalde behoefte. Ja. Dus waar komt dat vandaan? UNASAT heeft ons eigenlijk benaderd voor hun associate's degree ondernemerschap. Ja. Okay. We hebben toen geholpen om eraan te werken en het tot een succesvol evenement te maken. Ja. En op een gegeven moment hebben we ook de toenadering gehad van UNASAT van, hey, we hebben een hele leuke samenwerking gehad in die periode tijdens het project. What about een samenwerking? Gewoon een continuerende samenwerking. Ja. En vorig jaar tijdens de social media conferentie hebben we die samenwerking mogen ondertekenen. Dus okay. Eigenlijk heeft Jean-Luc vanuit Ineffable dat gedaan. Ja, mm-hmm. En vandaar eigenlijk ook meteen ons eerste project samen, mm-hmm. dat te maken heeft met ondernemerschap. En vandaar Create Your Own Business. Maar het was een associate's degree, waarvoor? Ondernemerschap. Maar hoe komt Ineffable bij ondernemerschap? Want jullie zijn een social media marketing agency. Wij zijn ook, ons doel is eigenlijk ook kennis delen, mm-hmm. met jongeren, yeah. met degene die geïnteresseerd is in social media marketing. En social media marketing is helemaal niet meer weg te denken in geen enkel studierichting eigenlijk. Nee, dat is inderdaad eigenlijk een beetje logisch. Hè? Klopt. Ook als een onderdeel vooral van, bij communicatie. Ja, precies. Maar ook bij ondernemerschap. Tegenwoordig is denk ik social media of digitaal, het digitaal gaan of digitale presence hebben als van een bedrijf. Het mag niet onderbreken, dan begrijp ik die link een beetje. Maar die samenwerking is dus bestendigd. Jullie gaan nu samen het eerste formele evenement naar buiten toe. Create your own business. Ja. Oké, goed. 4 mei. Ja. Eigenlijk zegt het woord het al, hè? Je eigen bedrijf opstarten. Ja. Oké. Eigenlijk is het ook bedoeld voor een ieder die een leuk idee heeft en dat eigenlijk tot realiteit te brengen. Mm-hmm. Natuurlijk is het ook voor mensen die eigenlijk al een bedrijf hebben, maar hun kennis willen laten vergroeien. Ja. En ook voor degene die gewoon even willen aanvoelen hoe het is om een entrepreneur te zijn. Ja, ja. Dus maar het is een workshop. Ja. Dus dat wil zeggen dat ze ook echt bezig zullen zijn aan opdrachten en dingen die er gedaan moeten worden. Alle sessies die gegeven zullen worden zijn interactief. Oké. Okay. Ja. En het is 1 dag. 1 dag. Ja, dus het is echt alleen maar proeven. Ja, en dat is van 8 tot 4 uur 's middags. Ja, dip your toes. Maar het is op een zaterdag. Het is een zaterdag, ja. Het is een zaterdag. Okay. En dat is wat u eerder ook in de uitzending zei. We zijn eigenlijk al voorbij onze registratielimiet, maar we mogen wat meer mensen accommoderen, omdat het zo succesvol is gegaan. Ja, oké. Okay. Als je kijkt naar de mensen die zich tot nu toe hebben geregistreerd, want het zijn er al boven de 100, want jullie hebben eigenlijk plaats van 100, hè, vertelde je. Toch wel meer een deel jonge mensen die geïnteresseerd zijn en erop afkomen, of ook mensen die al iets hebben? Het is echt gevarieerd. Ja, het is echt gevarieerd. Mm-hmm. We hebben
opmerkelijk wel heel veel jongeren, ja, studenten. Ja. En enkele mensen die in de marketingbranche zitten, die hun kennis beetje willen vergroten. Refresher. Juist. Okay. Wat zijn de onderwerpen die aan bod komen op zo'n dag? Het is echt gevarieerd. Het zijn meer success stories, mm-hmm, okay, van mensen die momenteel een booming business hebben. Mm-hmm. Tips en tricks hoe je omgaat met het business. Het begint allemaal bij een plan. Ja. En hoe je dat kan executen. Dat zijn, mm-hmm, enkele onderwerpen die aan de orde komen. Basis eigenlijk. Kijk, in coronatijd hebben we echt een hele hype gezien. Een hele boom van allerlei jonge mensen die inderdaad thuis waren. En eigenlijk op het internet een platform hebben gevonden, juist, om een markt te bereiken. Want dat kan niet meer. Ja. Eigenlijk hebben ze toen markten bereikt die ze waarschijnlijk onder normale omstandigheden niet zouden hebben bereikt. Dus er is een soort van trend ontstaan. Ja. En eigenlijk was het echt zoiets van, want we hebben toen in coronatijd ook een heleboel mensen gesproken. Het was echt zo, oké, is goed, ik heb dit gedaan en ik heb het toen op het internet gezet en ik heb het aan de buren verteld. En van toen, van daaruit is het helemaal viral gegaan en nu kan ik de bestellingen weer en niet meer aan. Het was zo'n klassiek verhaal. Ja, dat is maar waar. Maar jij zegt, jouw promoot toch wel van, enorm maak maar toch wel eerst een plan. Ga toch eerst langs de procedure van een aantal stappen. Ja, want we hebben toch ook gemerkt dat na corona iedereen toch weer naar de orde van de dag is gegaan. Ja. En ze hun normaal leven hebben opgepakt en ze eigenlijk dan ook niet verder weten wat ze moeten doen. Had je een goede plan van aanpak? Oké, corona is voorbij. Wat nu? Dan zou je business misschien beter groeien. Mm-hmm. Want nu zit je misschien thuis met je cinnamon rolls of anything die je tijdens corona Aan een man kan brengen. Ja, makkelijk aan een man kan brengen. Dus, ja. En nu weet je niet verder ermee om te gaan. Ja, is het zo? Ik heb toch het idee dat er is. Er zijn toch wel mensen. Platformen en er zijn toch wel mensen die daarmee struggelen momenteel. Ja. Okay. Want je hebt tijdens corona had je basically geen concurrentie. Ja. Nu, juist wel, iedereen is op hetzelfde platform. Ja. Maar niet iedereen staat in dezelfde straat met een winkeltje of in dezelfde mall. Dat is waar. Dat is waar, maar we merken toch dat die concurrentie, omdat er geen corona meer is en iedereen nu ook wel offline terugkomt, je meer concurrentie krijgt. Ja, ja. Oké. En daar zeg je van, nou, ga dan toch even naar je die structuur. Plan, ja. Want die structuur is wel belangrijk om het op een goede manier te doen. En vooral het gedeelte van social media marketing. Ja. Om toch even een refreshment te krijgen, hoe je je business basically het beste promoot. Ja, oké. Okay. Mag je al een tipje van de sluier lichten wie er allemaal zullen spreken of wie er allemaal, of is dat echt een verrassing? Nee. Omdat enkele sprekers ook al bekend staan op onze website. Natuurlijk mag onze CEO van Ineffable niet ontbreken. Dat is Jean-Luc van Charante. Ja. We hebben eigenlijk een van de beste coaches. Ik ken hem ook persoonlijk, Rian Alok. Ja. Hij is ook een hele goeie. Dan hebben we Miguel Rodriguez van Ride Eats. Jenny Ramotarsing, die zelf ook van UNASAT is en die bij de Associates Degree Ondernemerschap hoort. Ja, we hebben ook Jaya Jarvis. We hebben Sanjana Ramotarsing. Zij is echt een hele jonge ondernemer. Die gewoon is begonnen met een product maken en nu gewoon booming is. Okay. Dus dat zijn enkele successtories die gedeeld zullen worden op die dag. Heel mooi. Ja. Okay. Maar zijn er alleen maar sprekers? Want je had het over workshops. Dus dat zij gaan ook de workshops verzorgen. Oh, okay, ja. Okay. Net als Helio Fuli is de fotograaf. Mm-hmm. Is een fotograaf die dus ook een korte workshop gaat geven hoe hij zijn business. Oké, heel mooi. Je vertelde me dat jullie dus nu ruimte krijgen om meer mensen te kunnen accommoderen. Yes. Dus de inschrijving is weer open? Het is nog open, zodat we echt ons limiet hebben bereikt. Ja. En dat is hoeveel mensen ongeveer? We staan nu op 137. Ik heb even niet gecheckt. Ja. Dat is de laatste keer dat ik heb gecheckt. Dat was gisteren. Maar we kunnen nog tot 200 gaan. En dat is vol. Dan is het vol. Dan is het echt vol. Volgende maand in de dan mogen ze wachten tot de social media conferentie. Het is pas in oktober. Nee. Voor de social media conference hebben we nog de social media day, dat is in juni. Mm-hmm. Okay. Dus daar mogen ze ons blijven volgen. Okay. Yes. Ik denk aan dat er ook kosten aan verbonden zijn. Ja, voor deze workshop, voor de eendagse workshop, zijn de kosten 500 SAD. En dan na die workshop heb je natuurlijk een hele load van kennis en skills die je meeneemt. Je hebt een nieuw netwerk opgebouwd van like-minded people met dezelfde passie als jou. En natuurlijk een
een certificaat, een bijbehorende certificaat. Oké, dat is mooi. Dat is altijd wel mooi. Ja. Oké, en dan gaat het nog van de creativiteit afhangen hoe je je onderscheidt van de rest. Want dat is het enige dat er dan nog rest om inderdaad te starten. Ja, precies. Ik ben heel erg benieuwd. Het is, klinkt wel spannend en ik vind het heel goed dat we jonge mensen inderdaad op die manier een push geven. Ja. Om ze toch wel de nodige skills bij te brengen om... om zich eigenlijk een beetje te blijven verdiepen. Hè? Ja, dus niet klopt. Alleen maar doen, maar ook een beetje verdiepen en daardoor kwaliteit verbeteren. Ja, we moeten ze blijven ondersteunen. Ja. We kunnen niet alleen informatie geven, maar ook de ondersteuning bieden. Ja. Is het ook de bedoeling dat eigenlijk deze workshopdag, zal ik het maar even noemen, ook leidt tot inschrijvingen voor UNAZAD voor de Associate's Degree? Want dat heeft natuurlijk wel met elkaar te maken. Hou me dat ten goede, maar dat moet wel zo kunnen zijn. Okay. Ja. Een beetje indirect. Dus klopt. Een beetje interesseren voor ondernemerschap op die manier. Yes. Oké, okay. Emanuela, hartelijk bedankt. Waar kunnen de mensen zich registreren als er nog plek is? Want we hebben nog 63 plekken. Ze mogen registreren op www.ineffable.sr /CYOB. Oké, anders moeten ze het gewoon googlen en zo. Als we dat niet kunnen zeggen, dan kunnen we over dit onderwerp stoppen. Ja, toch? Ja. Hey, succes met het evenement. Thank you. Op 4 mei in UNAZAD. Er zijn nog enkele plaatsen over voor de Create Your Own Business Workshop. Die door Ineffable samen met UNAZAD wordt georganiseerd. Dus als je erbij wil zijn, hurry up. Er zijn nog maar 63 plekken en waarschijnlijk een paar minder as we speak. Dankjewel voor de informatie, Manuela. Alsjeblieft. En u thuis ook bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering van Q-Time. Goeiedag. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.